Veel klachten die mensen ervaren kunnen verholpen worden door voetreflexologie. Dit is een alternatieve geneeswijze die ervan uitgaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen aan de voet. Sima Jimidar, de enige erkende voetreflexologe in Suriname, zegt dat veel mensen pijn ervaren door de manier waarop ze staan of lopen. De meeste mensen die ze behandelt zoeken hulp vanwege pijn in hun rug, knie of benen. Oké, voetreflexologie, dat houdt al in dat elk deel van je lichaam onderin van je voeten bij elkaar komt. Mm-hmm. Als je hoort dat elk deel van je lichaam, dus heel veel klachten. En de meest voorkomende in Suriname, dat zijn hernia-achtige klachten, pijnen. Mm-hmm. Pijnen in je rug, de lage rug, je schouder, pijnen in de knieën, pijnen in de voeten, in de hielen. Longproblemen, astmatische problemen, die worden heel veel behandeld en natuurlijk ook andersoortige problemen. Het is een scala aan waarbij je oplossing kan hebben. Omdat wij elk deel van jouw lichaam gaan behandelen, we beginnen bij de nieren. Omdat de nieren die afvalstoffen uit het lichaam gaan verwijderen. Dus vandaar dat we altijd eerst via de nieren proberen die stimulans te geven om het lichaam al op te wekken. Jimidar zegt dat voetreflexologie bepaalde operaties kan voorkomen. Om ziekten en klachten te voorkomen vindt Jimidar het belangrijk dat mensen goed zitten, staan en lopen. Correct zitten moet al op de lagere school aangeleerd worden, zoals dat vroeger het geval was. Als de leerkrachten van de lagere school een trainingssessie zouden kunnen krijgen om hun te leren hoe zij een goede houding hebben, kunnen ze die houding overbrengen naar de studenten. Mm-hmm. Want als je die leerlingen al begint te voeden en te leren hoe ze moeten zitten, lopen en staan, dan ben je daar al begonnen om een gezonde samenleving te krijgen straks. Mm-hmm. Deze die we nu hebben, die heeft het al een beetje oud gedaan. Dus die moeten we nu gaan vormen en te gaan kijken hoe zij gaan veranderen. Maar ik zou zeggen, begin daar. Want je ziet het daar al verkeerd gaan. Degene die voor de klas staat, die moet het doen. Vroeger werd het op school geleerd, je vrouw kwam met een liniaal. Ken je die dingen? Ik weet het niet. Maar het is nodig. Want als die houding goed is daar, dan groeien ze al op de juiste manier. Yes. Het volledig interview met Sima Jimidar over voetreflexologie en de voordelen daarvan kunt u morgen bekijken in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 8 uur 's avonds.